Hier moet je even voor gaan zitten hoor. Ja, dit zijn hele mooie beelden van Leo Beenhakker. Met mij uit 1990, Italië, WK. En Leo, die had het natuurlijk waanzinnig moeilijk. Want de spelers die wilden eigenlijk met Cruijff naar het toernooi. En hadden helemaal geen zin in die Beenhakker toen. En dan kwam ik steeds langs. Ja, zeuren over de opstelling. Want ik wist het natuurlijk beter dan de bondscoach. Het was toen heel leuk om naar te kijken. En het is nu nog steeds leuk om naar te kijken. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja, met jou ook. Voor mij is het goed, jongen. Ja? Niet gespannen, niet dat je denkt van godverdomme. Nee. Iedereen wil maar zo graag een complex aan praten. Ja, zo van die beenhakker kan het niet aan. Of weet ik wat, heb je het groep niet onder controle? Ja, en dingen, dat soort geleuter. Wat vind je? Ja, je mot wat, hè. Wat vind je daar nou allemaal? Vind je dat wat of vind je dat niks? Ja, ik vind het niks eigenlijk. Maar. Helemaal niks. Word je dan een beetje agressief van? Ik niet, nee hoor. Of je denkt van leuter maar raak? Dat is het eigenlijk. Ja? Lul maar aan eigenlijk. Dat is eigenlijk het thema. Hoofdthema van deze dagen. Ja? Ja. Nee, ik vind het fijn dat je zo bezorgd over me bent. Dat ja, nou, dat lijkt mij dan niks. Nee, dat lijkt mij dan niks. Ik bedoel, we willen ons een geintje maken, maar om nou te zeggen, kom, we snijden die beenhakker even helemaal onder. Dat is nou ook zo'n verhaal. Ja. Nee, ik zou nog maar even wachten als je daar de behoefte toe voelt. Ik zou zeggen, geef hem nog een herkansing. Ja? Nee? Ja, nou. Ik denk dat we dat moeten doen, hoor. Laten we dat dan maar doen. Laten we dat maar doen. Zien we elkaar nog van de week of niet? Zeker. Ik verheug me erop. Oké. Heel gezellig. Oké. Okay. Ik heb hem voorgesteld, ik zei Willem, je kan dus de volgende keer als je op die bank zit en je hoort ineens weer van Willem warm lopen, dan kan hij ook... Nee, dat doet Willem niet. Nee, dat zei hij. Hij zei, dat doe ik niet. Nee, maar dat doet dus denk ik geen één speler. Nee? Nee, dat denk ik niet. Zeg, maar je kan ook aankloppen bij Leo en even zeggen van, gaan we eens ophouden met die onzin. Ja, dat kan. Nou, dan is Willem mans genoeg als hij daar behoefte aan voelt om inderdaad om bij man te kloppen, hoor. Ik ken hem gelukkig lang genoeg. En zo bijna anders die gelukkig zelf wil je. Ja. Dus het hoef jij hem niet aan te praten en zo. Dat regelt hij zelf wel, die kleine. Ja? Jawel. Ja, maar regel jij het ook? Want ik wil ook dat je speelt. Ja, dat maak ik uit. Ja. Dat maak ik uit. Hoor. Ik bedoel, kijk, we hebben allemaal onze taak. Ik bedoel, onze opleidingen kunnen wel gelijk liggen. Maar daarna komen toch in het leven ontstaan automatisch wat nuanceverschillen. Ja. En in dit geval zit ik dus op een ene stoel, jij op de andere stoel. Dus ik zal er wel degelijk rekening mee houden met deze opmerking van je. En die betrokkenheid van je naar Kief toe. Ja. Ik stel het toch wel op prijs. Maar ik kom daar wel uit met Willem, hoor. Ik kom daar wel uit, jongen. Nee, want het blijkt dat jullie daar niet uitkomen. Want het is met een gejojo erin, eruit met die gozer. Het is helemaal geen... Jij zegt nou, het is mijn elftal. Nee, het is helemaal geen gejojo erin, eruit. Want als hij erin gaat, dan gaat hij er niet meer uit voordat het afgelopen is. Dus dat is niet waar. Ja. Dat is niet waar. Maar gewoon in de basis en laten staan. Van Basten erachter. Ja, jongen, dat zal... Laat mij dat nou maar regelen, jongen. Hè? Ja. Maar dan, ik bedoel, jij bent waarom luister je nou niet naar mij? Jij bent twee keer blijven zitten, ik maar één keer. Dus laat mij dat even regelen. Er is een bepaalde volgorde, hè? Dat moet je een beetje respecteren. Stel je Roy op? Stel ik Roy op? Roy. Brian Roy. Heb je wel eens van gehoord? Die speelt linksbuiten bij Ajax. Nee. Dat heb ik wel gemist, geloof ik. Maar ga je die opstellen? Toch de verkeerde spelers meegenomen. Voorlopig kan ik zeggen dat Brian erbij is tegen Ierland. Ja. Dat is duidelijk. Ik heb natuurlijk wat Ierland gezien. Ja, heb je die rechtsback gezien? Jij schijnt ze te horen zingen. Ik heb ze dan zien voetballen. Ik ook. Heb je die rechtsback gezien? Als ze zo zingen als dat ze voetballen, dan kunnen we nog wat meemaken of andersom. Ik heb die rechtsback gezien, ja. Dus die is voor Roy, hè?
Arie, je moet me niet dingen vast laten leggen nu al. Ik kom er wel uit. Ik kom er wel uit. Lees jij nou gewoon de kranten en blijf een beetje bij je. Ja. En ik kom er wel uit, jong. Luister nou eens even, Leo. Je komt er wel uit. We hebben 2 keer gelijk gespeeld. Ik bedoel, kom op. Ja, maar dat heeft toch, niks te maken met die rechtsback van Ierland of met die Roy. Dat hebben we toch niks mee te maken. Nee, je moet luisteren naar mijn adviezen. Ik bedoel, ik zeg Kieft erin en Roy erin. Ja, ja. Dan zeg jij, ik kom er wel uit. Wie gaan eruit dan? Nou, Gielhuis. Oh, die gaat eruit. Ja, en waarom mag ik. De Schilhuis kan gewoon eruit en Kieft moet erin. Wat heb je met Kieft? Nou, die is beter. Oh. Ja, daar kunnen we van mening over verschillen, natuurlijk. En dat is zo fijn van voetballen. Je kan er uren over ouwe hoeren en iedereen weet het beter. Lekker, hè? Ja. En er is er maar één. En er is er maar één die dat beslist, ja of nee. En dat, en dat is soms ook lekker, maar soms ook helemaal niet lekker. Ik vind het soms gewoon niet lekker. Als we nou Schullert op rechts laten opkomen. Van Barsten, ja, Van Barsten en Kieft en op links Roy. Het ziet er aardig uit. Ja, het ziet er aardig uit. Ik zal het in ieder geval meenemen in mijn, in mijn dagelijkse bespiegelingen. Ja, graag. Ja. Nou, dat beloof ik je, ja. En dan kunnen we na de wedstrijd erop terugkomen. Goed? Ik wil even over de opstelling nog hebben. Kan dat even? Mijn god. Wat jij wil... Ja? Ja. Van Breukelen moeten we even toespreken om achterin te beginnen. Want die zit natuurlijk in een dalletje. Je hebt een schouderklopje nodig, denk ik. Nou, het is niet echt een dalletje. Ja, we zitten in een dalletje. Even een kort moment een wegtrekkertje had hij eigenlijk. Ja, je hebt een schouderklopje nodig. Ja. Goed, dat gaan we doen, hè, voor de uitslag. Dat is al gebeurd. Heb je al gedaan? Heb ik al gedaan. Oké, en is dat afgehandeld? Is er klaar voor. Oké, Rijkaard, die laten we voorstoppen staan. Zullen we dat doen, Harry? Ja, ja? Lijkt me wel. Is dat zo? Het middenveld, stel ik voor dat we de 3 W's gaan opstellen. De 3 W's? Ja. Winter, Wouters, Wietsche. Juist. Winter op Matthäus? Ja, dat is niet zo slecht. Ik bedoel, ja? Ik bedoel, de kinderen schrikken ook regelmatig van winter, dus dat moet kunnen. Ja? Ja. Nou, dan hebben we voorin, vind ik, dat we Kieft moeten handhaven. Dat weet je, dat is gewoon een vast punt. Ja. Van Basten, die moet je niet op het middenveld laten lopen. Die moet je gewoon fluiten en roepen, Marco, naar voren. Ja. Die moet gewoon in de spits blijven. Ja. Nou, en Gullert, die laten we vrije rol eromheen cirkelen. Ja, ja. Dus we hebben nu Van Breukelen, Rijkaard. Ja, die laat je af. De 3 W's. De 3 W's. Is dus 5. Ja. Dan krijg je Van Basten, Kieft 7. Ja. Gullert eromheen cirkelen 8. Ja. De rest blijft staan wat waar er staan. Oh, die 3 mogen nog wel meedoen, Harry, toch, hè? Dat we niet gelijk met handicap gaan spelen daar. Nee. De rest blijft staan. De rest blijft staan? Ja. Hoe kan dat nou? Er komen wat nieuwe jongens in en de rest blijft staan. Nou, Gielhuis moet eruit natuurlijk. Waarom? Omdat de hele wereld kijkt. Dat is me niet helemaal duidelijk. Ja, hallo Leo, we zijn niet bezig met een Olympisch elftal. Het moet wel serieus blijven natuurlijk. Ja, je gaat nu te ver. Ik vind het nu leuk mee worden. Nee? Nee, ik vind het niet leuk, maar je gaat nu te ver. Je gaat me nu weer te veel over mensen praten en niet meer over het voetballen praten. Nee? Nee. Maar ik ben... Zullen we dit gesprek gewoon afbreken onder het mom van wat we vorige keer ook al gezegd hebben? Ja. Bemoei je er niet mee en laat mij het maar lekker uitzoeken. Kijk, dan even de rust, alsjeblieft. Uitzicht. Ja, Zweden 92. Ja, kijk, dan zijn we er weer. Nee, denk je, maar zover kijk ik nooit vooruit, joh. Ja, nou, wat dacht jij van 16 juli 90? Begin van de training van Ajax? Tuurlijk, heerlijk. Amsterdam toernooi. Opening van het seizoen, Ajax Willem 2. Misschien dat ik toch weer even olé kan roepen zo. Nee, dat meen ik serieus. Ik verheug me er echt op, joh. Gaat die staan te lachen? Sorry, ik krijg even een wegdrenger, hoor. Bij Ajax Willem 2. Vind je dat niet erg, hè? Nee, vind ik niet erg. Vind ik fantastisch. Hartelijk dank voor alle gesprekken. Ook voor het feit dat je wilde luisteren naar mijn adviezen. Ja? Ja, ik ben niet zo oppervlakkig als dat sommige mensen denken. Ik kan best wel aardig luisteren. Het kost me wat moeite om naar jou te luisteren, maar... Jawel, het is toch redelijk verlopen, dacht ik. He? Heb je gezellige conversaties gehad ook met Jansma in dit toernooi? Oh, fantastisch. Ja? Nou. Ja, het is een feest, hoor. Daar word je echt blij van.